Water is voor Vlaanderen heel belangrijk. Vlaanderen is het vierde armste oezoland als het over waterbeschikbaarheid gaat. De hoge bevolkingsdichtheid, intensieve industrie en landbouw, een druk verkeersnet, verstedelijking van bepaalde gebieden en regionale economische activiteiten oefenen een grote druk uit op de beschikbare waterbronnen en hun kwaliteit. Toch worden 25% van alle Europese diepvriesgroenten in Vlaanderen geproduceerd. En is er ook de tweede grootste chemische site van de wereld gevestigd. Vlaanderen wil samen met bedrijven, samen met kenniscentra ook, welvaart en welzijn stimuleren. Daarom ondersteunt de Vlaamse overheid als partner met een integrale benadering onderzoek aangaande het toch wel misschien meest kostbare goed op aarde, namelijk water. En tegelijk kunnen we op die manier onze regio ook internationaal op de kaart zetten. Het Vlaams economisch weefsel wordt voornamelijk gekenmerkt door het grote aantal KMO-bedrijven, waarvan een groot deel dankzij specifieke beleidsmaatregelen geïnternationaliseerd is. Omwille van de beschikbaarheid, de stijgende waterfactuur en de strengere normen is duurzaam watergebruik een belangrijk thema voor veel bedrijven. Het beschikken over voldoende water met de gewenste kwaliteit en dat tegen een redelijke prijs is een hoofdbekommernis voor Vlaanderen. Het Vlaams Kenniscentrum Water, kortweg Vlakwa, is de drijvende kracht achter het vinden van innovatieve oplossingen voor de waterproblematiek in Vlaanderen, met aandacht voor het milieu. Het Vlaams regeerakkoord is zeer ambitieus naar economie en innovatie. En dat is ook goed, want op die manier kunnen wij investeren in wat goed is voor Vlaanderen. Kunnen we werk creëren, kunnen we ervoor zorgen dat er groei is. Maar kunnen we ook kijken naar wat maatschappelijk belangrijk is, zoals milieu en water. De doelstellingen zijn ambitieus. Dat is ook nodig om de Vlaamse waterkennis en technologie op de wereldkaart te zetten. Het is dan ook zinvol om naast de Vlaamse watersector ook het Vlaamse waterbeleid en de opleidingen actief te promoten in het buitenland. Vlakwa brengt Vlaamse en internationale waterkennis en technologie samen. Gezien de hoge kosten van waterwinning, afvoer en zuivering moeten we verspilling tegengaan, alternatieve bronnen aanspreken, water hergebruiken en grondstoffen recupereren. Duurzaam en met aandacht voor de competitiviteit en de concurrentiepositie van de bedrijven. Het Vlaams regeerakkoord besteedt terecht veel aandacht aan water. Water is levensnoodzakelijk. Levensnoodzakelijk voor mensen en voor de omgeving, maar ook voor landbouw en industrie. De schaarste overbruggen, bijvoorbeeld voor de landbouw, heel belangrijk. Maar ook wateroverlast aanpakken. Investeren in waterinsijpeling en wachtbekkens, bijvoorbeeld. En dit allemaal, de waterkwaliteit aanpakken, zorgen voor voldoende kwantiteit, dat vraagt heel veel kennis en know-how. De Vlaamse economie is concurrerend, dankzij de voortdurende inspanningen in onderzoek en ontwikkeling. Vlakwa is de schakel tussen de kennisinstellingen, de ondernemers en de overheid. De intermediaire organisatie ondersteunt ondernemingen bij hun zoektocht naar geschikte subsidiekanalen en partners. Vlakwa initieert, coördineert en faciliteert onderzoek- en ontwikkelingsprojecten en ondersteunt het opstarten van demonstratieprojecten. Daarom ondersteunt Vlakwa ook de LED-samenwerking. LED staat voor Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum. Voor de productie, de zuivering en het management van bedrijfswater krijgen KMO's hier gratis eerste lijnsadvies en begeleiding. Vlakwa is de organisatie die moet zorgen dat de bal rondgespeeld wordt tussen ondernemers met problemen en oplossingen voor water. Tussen de overheid die ook veel regelgeving moet maken rond water. En de kennis- en onderwijsinstellingen die kunnen helpen om die problemen op te lossen, maar die ook altijd geld nodig hebben van de overheid om te kunnen investeren, dat dat allemaal samen wordt gebracht in één Vlaams waterprogramma. Het waterbeleid van de Vlaamse, federale en Europese overheden wordt door Vlakwa op de voet opgevolgd, zodat de bedrijfswereld beter voorbereid is op de toekomstige wetgeving. Vlakwa is verankerd in enkele belangrijke Europese structuren, zoals onder andere het Europese technologieplatform WSSTP, het Europese innovatiepartnerschap rond water en het Europees fosfaatplatform. Op die manier worden nieuwe ontwikkelingen en opportuniteiten in Europa opgevolgd en probeert Vlakwa de Vlaamse waterbelangen hoger op de Europese agenda te plaatsen.
Ter ondersteuning van de valorisatie evalueert Vlakwa opportuniteiten binnen de Vlaamse, Europese en internationale subsidieprogramma's en neemt deel aan internationale seminaries en beurzen. Zo wordt de concurrentiepositie van de Vlaamse bedrijven op de wereldmarkt versterkt. Bedrijven kunnen oplossingen voor hun waterproblemen vinden op vlakwa.be onder de rubriek Waterdatabank. Daar wordt nationale en internationale kennis en technologie gebundeld en krijg je op een efficiënte wijze antwoorden op watervragen. Vlakwa ondersteunt bedrijven die innovatieve ideeën uitwerken of nieuwe technologie willen inzetten. Zo wordt de vermarkting, valorisatie en commercialisatie van onderzoek en ontwikkeling gestimuleerd. Kennisverspreiding krijgt heel veel aandacht. Op de themaavonden water die door Vlakwa worden georganiseerd, worden concrete case studies en mogelijke oplossingen aan geïnteresseerden voorgesteld. Water is zeer belangrijk voor de mens en natuur. Iedereen is daarvan overtuigd vandaag. Maar water is ook heel belangrijk voor onze industrie. In de agrovoedingsindustrie, de textielsector, de chemie, maar ook in de bouw en ook in de metaalsector is water heel belangrijk. Vlakwa zorgt ervoor dat waar er problemen zijn en de probleembezitter en de kennispartner, de kennisinstelling, de overheid, dat zij samenkomen om goede oplossingen uit te werken. En als we die oplossingen hebben, dan zorgt Vlakwa er ook voor dat die internationaal gevaloriseerd worden. Dus mochten er vragen zijn in verband met water, contacteer Vlakwa. Wij gaan zorgen dat u met de juiste mensen in contact komt. Vlakwa is jouw tussenpersoon om de juiste partner te vinden. Vlakwa is jouw aanspreekpunt tot de Vlaamse waterkennis.